FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Reiser Studio Print Druk. Na ruim een maand van voorbereiding staat vrijdag 17 augustus de eerste officiële competitiewedstrijd tegen FC Den Bosch op het programma. Wij vroegen Micha Salde of hij jaloers is op FC Den Bosch na de overname van Jordania. Ik vind op dit moment bij de club is het niet om financiële redenen dat er 1 of 2 versterkingen nog niet bij zijn. Dus dat speelt dan, het geld geen rol. Natuurlijk heb je een hele grote portemonnee, dan valt er meer te gebeuren. Ja, ik vind dat voor het Nederlandse voetbal vind ik het wel jammer. De voorbereiding van FC Volendam was erg wisselvallig. Wat zegt dat over de ploeg volgens hem? Op dit moment heb ik vertrouwen in de fitheid van de ploeg. De vorm is stijgende. En tegen Den Bosch zullen wij gewoon die lijn door moeten trekken. En ik hoop dat we gelijk goed van start gaan. Heeft hij de ideale opstelling al gevonden? Nou ja, ik zal heel eerlijk zijn dat we daarin zoekende zijn. We hebben natuurlijk een keuze moeten maken tussen de keepers. Ja, Gijs Smal, Erik Schout, een Roy Tol die er een langere tijd niet bij zijn en zullen zijn. Ze zullen echt gas moeten geven, ook de komende weken, want het is dun. Wie wordt de eerste keeper dit seizoen? Jordi die gaat starten. Ik hoop dat Jordi het heel goed gaat doen. En ik hoop voor Mitchell dat hij de concurrentie zo hoog houdt dat hij ook daarin kansen gaat krijgen. En wat verwacht hij vrijdag van FC Den Bosch? We zien het morgen wel waar ze mee komen. We zijn overal voorbereid en daar mag het zeker niet aan liggen. Ik wens je daarbij veel succes en op het scorebord staat inderdaad nog 0-0. Ja, nou oké, dat gaan we morgen verandering inbrengen. FC Volendam, FC Den Bosch begint vrijdag om 8 uur 's avonds. Kaarten voor deze wedstrijd zijn te koop via fcvolendamtickets.nl.